De afgelopen jaren zijn de huren enorm gestegen, zijn er heel veel sociale huurwoningen minder en worden sociale huurwoningen heel slecht onderhouden. Zoals hier in Nijmegen. Huurders van Portaal hebben hier last van schimmel in hun huizen, ratten en muizen in de tuin. Dat kan zo niet langer. Portaal vind ik een schandalig zootje. Ja, ik heb gehoord dat die problemen zijn. Ja. Lekkage. De muren, dat gaat brokkelen, allemaal. Ja. Bij ons op de slaapkamer. Ja, zit gewoon de schimmel tegen de ramen aan. Ja, daar, een hele scheur aan de muur, aan beide kanten ook bij mijn zoon op de kamer. Ik kan er zo woest om worden, je betaalt je kapitaal aan de huur. Wat is nou het ergste wat je hier hebt gezien in deze wijk? Nou, een aantal hele schrijnende dingen van mensen waar als het regent het water langs het behang naar beneden loopt. Tot huizen waar nog gewoon heel veel asbest aanwezig is. Zelfs in ruimtes waar kinderen slapen. Zo ga je gewoon niet met je eigen huurders om. Wilt u hem ophangen? Nee, is goed. Ah, superleuk. Ja. Dankjewel. Ja, dank je. Alleen als de huurders zelf laten zien van het moet anders. Ja, dan komt het portaal misschien in beweging. Fijn weekend. Nou, laten we maar hopen dat ze wat gaan doen. Ja. Ik vond het heel leuk om jullie gast te zijn en mee te gaan in deze wijk. Ik ben echt wel geschrokken van de verhalen van mensen. Portaal moet hier echt in actie komen. De SP gaat de komende tijd 1 miljoen mensen spreken. En om te kijken hoe we samen kunnen zorgen dat we Nederland beter maken.